Voor dat we nu een gaaf naar de wc. Maar anders hebben jullie last van het geluid. Ik laat jouw duik is super vet zien. Hij zat er gisteren ook. Het is een tamduif. Hij kan een vogelgriep hebben. Ik laat jullie weer zien als we buiten zijn. Let's go. En hij is echt. Kijk. Wat zei je? Ik zeg, hij gaat fladderen. Hoe zie je dat? Ja, dat zie ik gewoon aan de beest. Hij fladdert net bijna op mij. Dat is niet leuk. Ik schrok, maar ik heb daar zelf ook twee kippen. Daar. Kijk, en hier loopt hij. En hij kan dus ook echt eten. Hij is gewoon echt tam. Als je de deur dicht. Ja. Daar vliegt hij naar binnen. Hij is gewoon echt tam. Kijk. Hij vloog net bijna op mij, hè? Kijk. Als je er niet te dicht bent. Nee, dan moet je eten hebben. Wacht, ik ga even iets. Kijk, ik heb wat eten gepakt. Kijk, nou, hier. Kijk, daar ligt het eten. En dan gaat hij nu opeten. Kijk. Oh, pas op. Kijk, dan staat op als je dat vindt, die duimpje op de grond. En hij is gewoon, waarschijnlijk is hij gewoon tam. Hij zou gekrinkt worden, dat is er wel op. Oh, die komt het deel erachter. Weet ik. Ja, nou dan. Wat? Nou, wat zei je dat? Hij komt uit de duiventil daarachter. Dan gaat het zo mooi bessen. Moet je hem niet terugbrengen? Wat? Moet je hem niet terugbrengen? Die? Ja. Nee. Dat is echt mooi. Kunnen we hem gewoon als huisdier hebben? Als hij een vogelgriep heeft. Ja, als hij vogelgriep is, gaan die er ook aan. En wij kunnen ook echt ziek van worden. Waarom ga ik hem niet aan? Doei. Wacht, ik zal nog een beetje wat. Kijk, ik heb nu nog een beetje wat voer. Kim, Kim. Kijk, ik zet de camera even hier neer. Kijk. En hoe je bent. Hallo. Hoi. Kijk, hij komt. Kijk, is lief, hè? Hij eet nou gewoon uit mijn handjes. Dat is hem. Maar hij is wel een beetje bang, maar hij kan jou wel gewoon uit de handen eten. Kijk, net zoals dit. Kom. Kom maar. Kijk. Ik heb eten voor je. Wacht, ik zie je zo even terug. Want... Dan ga ik een klein bekertje pakken met dat erin. Kijk, en dat is de duif. Maar hij gaat... Oei. Oei.
Zeg maar doei. Hij vloog net weg van mij, maar hij is er nog. Ik zet even de camera hier neer. Kijk. Ik zou een beetje net waar we zitten. Kijk, dit is mijn hand hier, zien jullie. En nu komt hij aan. Maar je moet juist oppassen met deze vogels, want hij zat net de hele tijd op deze stoel waar ik nu de camera neer heb gezet. En hij kan een vogelgriep hebben. En ik heb wel twee kippen, zoals jullie zeiden. Hij kan een vogelgriep hebben. Dus daar moet je heel goed mee oppassen. En daarna moet je gewoon goed je handen wassen. En ja. Maar ik heb hier een bekertje. Oh, hij was bang. Een beetje op de grond. Nee, hoeft niet bang te zijn. Schattig, hè? Wacht, ik zou een beetje pijn. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar er is al heel lang geen video meer geweest. Maar nu komt de video. Ik zou zeggen, bij de 15 special ga ik 10 eieren op mijn hoofd kapot slaan. En wel in de douche. Dus doe die subs gewoon omhoog. Nog 4 abonnees. 15 special. Kom op, we kunnen het halen. Die nou is dadelijk genoeg, hè? Ja. Dan moet ook terug naar zijn baasje. Ja, maar mama, hij ligt dan neer. Hij blijft weer neer zitten. Ja, maar als hij gewoon naar binnen gaat, dan gaat hij van eigen weg. Nou, dat denk ik niet. Dit is wel genoeg voor hem. Ik ga hem nu even... Uitkijken. Oeh, ik deed niet. Ik film me. Dan kan ik. En ik wil ook even mededelen dat. Waarom ik hem net stopte, omdat ik moest stoppen van mijn moeder. En, oh, wacht even. Er komen geen vlogs meer, maar wel op mijn. Andere kanaal, dat is Brillemans. Elke dinsdag om 5 uur komt een vlog online. Dus, maar tof dat je hebt gekeken naar deze video. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog en abonneer als je meer leuke video's wil. En die duif is echt dan dikke vette. Ciao!